En laat me alvast beginnen door Coroni te feliciteren. 173 jaartjes jong, DC. Ja, jong of oud? Ja, voor zover het oud is, is een gezegende leeftijd. En voor zover het jong is, laten we Coroni inderdaad zodanig revitaliseren. Met onze projecten nieuwe energie geven. Dat Coroni gaat groeien en bloeien. Daarvoor zijn we hier. En als de president in een district komt, komt hij nooit voor één project. Omdat wij een regering zijn die zaken duurzaam aanpakt. Wij doen geen showprojecten. Laat dat aan andere partijen over. Wij doen serieuze projecten. Projecten die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van Coronianen en Coroni. Zo zijn we hier begonnen. Met als project, agrarisch project. Mijn mensen, een mooi project. Waar we mensen gaan trainen. Maar Coronianen, DC, laat het niet zo zijn dat de minister elke morgen moet komen om ze wakker te maken. Om naar die training te gaan. We kunnen veel doen. Maar uiteindelijk zal Coroni het moeten doen. Laat me nog benadrukken, ik heb hier geplant in Coroni. Maar ik heb ook geplant daar de Apura. Ja, en Apura is het heel succesvol gegaan met ondersteuning van het ministerie. Daar zijn personen die Marcusa geplant hebben, geoogst hebben, afgeleverd hebben. We hebben afzetmarkt gecreëerd. En ze hebben daar bij de oogst meer dan 200.000 SRD verdiend. Begrijp je wat ik zeg? Het is niet eenmalig. Aitagrong. Wat is de dure minister op de deskunde? 5 tot 7 jaar. Begrijp je? Het is letterlijk goud. Go to. Zij grodap, hè? En nu hebben deze personen een maandelijkse inkomen van 70.000 SRD. Meer dan de minister. Dat is waar.